We kunnen wel een stukje meelopen, hoor. Ja, natuurlijk, joh. Ik heb eigenlijk wel zin in verkiezingen. Dat is over 2 maanden. Op dit moment ben ik er niet mee bezig. Het is natuurlijk alleen maar corona nu. Ik vond jullie vragen heel erg verfrissend. En ik vind dat jullie mening er ook toe doet. 3, 2, 1. Hallo allemaal en welkom bij de nieuwe aflevering van de Kinderstem. We hebben vandaag ontzettend veel leuke dingen, waaronder het kleine partijenpartijtje. Mijn naam is Lars. En ik ben Iman. En vandaag hebben we ook nog interviews met Jong. Ik wil graag jongeren een stem geven in de Tweede Kamer. Op een andere, frisse manier. Als we de grote uitdagingen zoals klimaat aan willen pakken, moeten we veel meer samenwerken. En bijeen. Want de politiek is een ontzettend belangrijke plek waar hele belangrijke beslissingen worden genomen. En naast het politieke nieuws hebben we ook nog boeknieuws. Dus laten we snel beginnen. We gaan van start, jongens. Ook ik met een hoedje vanwege, ja, Lars, jouw idee. Het kleine partijenpartijtje. Ja, we gaan vandaag 3 kleine partijen interviewen. Dus dachten we, ja, kunnen we daar toch maar beter ook een leuk feestje van maken. Ik vind het een heel goed plan, Lars. Eerst nog even het nieuws van deze week. Wat is jullie opgevallen? De middelbare scholen mogen open. Zijn we daar bij? Zeker. Hoe gaan we het regelen bij jullie op school eigenlijk? Wij mogen een halve week. Ja, wij mogen 2 dagen in de week, denk ik, moeten we dan fysiek naar school en dan 2 dagen in de week online. Oké, goed jongens, goed? Ja, ik vind het een goed besluit, maar eigenlijk misschien nog wel belangrijker. De kappers mogen weer open. Mark Rutte had al een afspraak gemaakt, jullie ook? Nee, ik ga het zo meteen doen. Niet nodig. Hoe lang is je haar eigenlijk als je het niet vast hebt? Als ik het niet vast heb, ongeveer tot hier. Oh, wauw. Voor de luisteraars van de podcast, ongeveer tot halverwege haar rug. Ja. Dus de kappers mogen weer open, scholen mogen open. Persconferentie van Rutte. Ja. Die zei, spannend. We gaan iets doen waarvan we eigenlijk niet zo goed weten wat de uitslag is. Ja. We luisteren even naar wat Rutte zei. Ja. We doen hiermee iets heel spannends. Zo voel ik dat ook zelf. Verruiming is in deze fase niet gratis. En ook niet onomkeerbaar. Wat vinden we hiervan? Ik denk dat ik wel gewoon natuurlijk super blij ben dat alles weer open mag. En dat het weer een beetje allemaal meer versoepelingen. Ergens ben ik ook nog steeds wel een beetje dat ik denk van corona. Weet je wel. Mijn moeder heeft net corona achter de rug, dus ik maak me nog steeds wel een beetje zorgen. Maar je moeder had dus corona. En jij woont samen met je moeder. Hoe is het met jou dan? Nou, bij mij alles goed. Ik had 2 keer negatief getest, dus ik ben nu mag weer lekker naar buiten. En dan is het weer mooi, hartstikke top. En Lars? Hij geeft natuurlijk heel erg aan van het is een risico wat we nemen. En hij vraagt, hij zegt, ja, dan geven wij jullie eigenlijk, dan geven wij jullie het feit dat alles weer open mag. Maar dan willen we daar in ruil voor dat jullie extra goed aan de maatregelen houden. Dus ik vind dat wel opvallend dat dit strategie van het kabinet is. Bijvoorbeeld Forum voor Democratie heeft naar buiten gebracht dat dit een campagnestunt is van de coalitiepartijen. Dat ze zo stemmen willen winnen, even weer het goodwill kweken. En dan zo meteen toch weer alles in lockdown doen. Dus. En wat denk jij ervan? Nou, het is natuurlijk wel opvallend dat nu opeens alles weer open gaat. Maar zoiets mag je eigenlijk natuurlijk niet als campagne beschouwen. Dus ik verwacht niet dat het zo gebeurd is. Wat ik denk is dat het gewoon zo van... Eigenlijk had ik het wel verwacht dat alles weer soepeler zou worden. Ik merk een beetje met corona. Het is zo van, een soort van lockdown. En dan gaat alles weer heel even open. En dan is weer lockdown. En dan gaat alles weer een beetje open. Lockdown, open, lockdown. Zo gaat het een beetje. Totdat we allemaal gevaccineerd zijn en we mogen weer naar buiten. Ik denk dat het gewoon een beetje is hoe dat nu een beetje gaat. Wat missen jullie nou het meest? Wat ik het meeste mis is binnensporten, denk ik. Ik had echt gehoopt dat ik weer naar binnen mocht voor karate, maar dat mag helaas nu nog niet. Ik heb mis denk ik het meeste scholen. Gewoon het contact met je klasgenoten, de mensen van school, ook zelfs met de docenten. Dat je gewoon weer mensen om je heen hebt en nu zit je eigenlijk de hele dag thuis. Nou, Lonely. Ja, dat. Ik had ook nog wel nieuws. Oh, vertel. Want ik had, mede door alle gesprekken met jullie, zal ik maar zeggen. En uitspraken van de minister van, alle kinderen lopen een beetje achter en jullie blijven met z'n allen zitten. En had ik een klein gedichtje gemaakt. Oh ja, ja. En die is echt, helemaal viral gegaan. Die is echt iets van 200.000 keer bekeken en gedeeld en...
Taco is viral gegaan. Nou, de boodschap was natuurlijk van, hey kleine meid, hey kleine vent, je bent helemaal goed zoals je bent. Je loopt niet achter, je loopt niet voor. Dat heb je zelf heus wel door. Dat heb je zelf heus wel door. Dus maar het, vooral dat die boodschap dus zo aanslaat en dat veel kinderen daar behoefte aan hebben en dat veel grote mensen denken, ja, daar zit ook wel wat in. Dus ik hoop wel dat dat een beetje ook wat verandert. Ja, ik denk wel. Ik heb hem ook snel had ik hem gezien en ik had hem ook doorgestuurd naar kennis en zo. En die vonden het ook allemaal echt zo'n mooi gedicht. Dus ik denk wel dat je een gevoelige snaar hebt geraakt. Of zo, ja. Proficiat. Hey, en verder nog politiek nieuws? Rutte die weer in gesprek is gegaan met jongeren. Ja, maar aan de gang. Ja, ik moet eerlijk zeggen, wat ik denk is dat het nu vooral nog een beetje vraag-antwoord. De jongeren veel vragen mogen stellen, maar het lijkt me echt mooi als er nog een echt gesprek komt waarin we echt kunnen vertellen wat wij belangrijk vinden. En niet alleen maar wij mogen vragen stellen. Wat vinden jullie echt belangrijk dan? Nou, wij zitten nu midden in die coronacrisis. Wij maken mee hoe het bijvoorbeeld online les is. Wij maken mee hoe we niet kunnen sporten. Wij maken, weet je wel, zo. Wij zitten er midden in. Dus ik denk dat je bij ons gewoon het beste kan horen en zien hoe wij ons voelen. Ik denk dat het gewoon is. En ik heb ook nog wel een ander leuk nieuwtje over thuiszitten. Tenminste voor alle Teams gebruikers, er is een nieuwe update dat je tijdens de vergadering smileys kan sturen, die dan door het hele scherm komen. Dus dat maakt de online lessen toch wel wat meer draaglijk. Oké. Okay, tenminste voor de leerlingen. Iets vrolijker. Hey, ja. En over Rutte, nou jullie kunnen dus volgende week kunnen jullie het aan hem voorleggen. Yay! Yeah! En nog een keer! Volgende week Mark Rutte in de show. Eigenlijk wilden we natuurlijk alle kleine partijen. Maar in een hoge hoed hebben we gerommeld. Ja, en dan kwamen we uit. Welke drie partijen? Volt. Volt is een partij die eigenlijk in elk land van de Europese Unie meedoet. En heel erg staat voor Europese samenwerking tussen alle landen. De volgende hoorde ik Jong. Ja, Jong. Ja. Is dat? Jong, die staat eigenlijk heel veel jonge leden eigenlijk. Jong is jong. En dat is een partij die zich inzet voor meer jongeren eigenlijk in de politiek en politieke betrokkenheid. Oké, gaan we naar de derde, maar dan nog heel even over de jongen. Er is een record aantal jonge mensen. En jong, dat vinden ze in Den Haag dan onder de 30. Record aantal jongeren is verkiesbaar dit jaar. Woehoe! Oh, de toeter is kapot. Maar vinden jullie dat goed, belangrijk? Juist niet? Hartstikke belangrijk. Heel belangrijk. Het is belangrijk omdat, weet je, als zo van, wij maken deel uit van deze samenleving. Wij bestaan nog over een paar jaren. En het is gewoon belangrijk dat wij kunnen meebeslissen over onze toekomst, over onze samenleving. Lars? Helemaal mee eens. Het is heel belangrijk dat alle leeftijden vertegenwoordigd worden in de politiek. En daarmee doe ik eigenlijk ook niet op de van 18 tot 30 jaar, maar juist ook daaronder. Maar je kan toch geen kinderen in de Tweede Kamer zetten? Dat is toch niet handig? Nou, ik heb dus geleerd vandaag dat je dus ook kinderen vanaf 14 jaar mag je al op de lijst staan. Ja, wel op de lijst zetten, maar die kunnen dan toch niet in de Tweede Kamer? Lars? Nee, maar je moet ons er wel bij betrekken, want over een paar jaar mogen we er wel in. Ja. Lars? Mijn droom is eigenlijk om als jongste fractievoorzitter de Kamer in te gaan. Ik ben bijna 14. Dus met 18 jaar en iets van 2 weken wil ik de Kamer in. Dus ik ga mijn eigen partij beginnen. Tenminste, dat is een beetje mijn droom. En dan kom ik al heel vroeg op de lijst. Oké, okay. Wil je dan niet aansluiten of zo bij D66 of bij Jong of bij... Nee, ja, daar heb ik mezelf een beetje klem gezet in mijn uitspraak een paar podcasts geleden. Dat ik me niet zou aansluiten bij een partij waar ik niet 100% achter stond. Ja, maar meningen kunnen veranderen, hè, Lars? Ja, zeker. Maar mijn eigen partij vind ik dan... Ja, dan kan ik zelf denken, dit is de mening van jongeren. Kan ik echt naar jongeren luisteren? In mijn eigen partij wil ik ook echt elke week eigenlijk met jongeren in gesprek. Jong, Volt en... Bijeen. Bijeen, wat is Bijeen, Imen? Bijeen, dat was dus de oorspronkelijke naam, was artikel 1. Vanwege de artikel 1 van het eerste artikel van de grondwet. Tegen discriminatie en racisme. Maar uiteindelijk is het Bijeen genoemd. Oké. Okay. En dat is dan waar de partij voor staat. En wie is daar de lijsttrekker? Sylvana Simons. Zullen we ze allemaal even bijroepen? Ja, is goed. Oké, okay, dan komen ze. 3, 2, 1. Hallo. Hallo. Hallo.
Welkom op het kleine partijenpartijtje. Ja, geweldig. Dag Sylvana, zou je jezelf even willen voorstellen? Jazeker. Mijn naam is Sylvana Simons. Ik ben 50, moeder van 2 kinderen, oma van 1 kleinkind. En daarnaast ben ik de partijleider van de politieke partij Bijeen. En dus lijsttrekker voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Ik ben Laurens Dassen, 35 jaar. Ik ben geboren in een klein dorpje in Brabant. Knechtsel heet dat. En nadat ik daar ben opgegroeid, ben ik naar Nijmegen gegaan. Daar heb ik gestudeerd. En inmiddels woon ik hier in Amsterdam en ben ik lijsttrekker van Volt. Ik ben Jaron Tichelaar. Ik ben 19 jaar oud. Ik ben lijsttrekker van de partij Jong. Ik woon in het mooie Drenthe, dus ik kom uit het noorden. Dus dat is een stukje verwijderd van Den Haag. Maar toch hoop ik binnenkort in Den Haag werkzaam te mogen zijn. Ben jij jarig vandaag? Nee, deze aflevering van de podcast gaat over alle kleine partijen, in ieder geval een aantal. Dus hebben we deze aflevering omgedoopt tot het kleine partijenpartijtje. Als jullie dus de verkiezingen gaan winnen, ga jij dan ook in de Tweede Kamer zitten? Afhankelijk van als iemand anders de voorkeursdrempel haalt. Anders dan zal ik inderdaad naar Den Haag gaan. Wilde u vroeger als kind ook al politicus worden? Toen ik als echt heel jong was, denk ik dat ik eerder voetballer wilde worden. Want als kind was ik wel heel veel bezig met politiek, omdat je wordt als kind ook geconfronteerd met dingen die niet goed gaan en die je niet eerlijk vindt. Maar ik had nooit gedacht dat ik zelf nog eens de politiek in zou gaan. Dat idee is echt pas een jaar of 5, 6 geleden gekomen. Mijn interesse voor de politiek is eigenlijk pas veel later gekomen. Maar wel omdat de politiek zich heel erg bezighoudt met heel veel zaken die ik heel interessant vond. Bijvoorbeeld het klimaat, maar ook met veiligheid, met gelijkheid, met onderwijs. En wilde u als kind ook al politicus worden of is dat later een beetje gekomen? Nou, dat is een hele goede vraag. En toen ik inderdaad nu ik hem hoor, denk ik vroeger was voor mij niet heel lang geleden. Toen was ik ben inmiddels 19 jaar. Dus wanneer ben je kind? Eigenlijk ben ik nog een beetje, zou je het kunnen noemen, ben ik nog een beetje kind. En ik heb niet altijd politicus willen worden. En als ik de vraag iets omdraai, ik wil eigenlijk ook geen standaard politicus worden. Nee. Ik wil graag jongeren een stem geven in de Tweede Kamer. Op een andere, frisse manier. En dat is eigenlijk de laatste jaren is dat gekomen. Dus al wel van jongs af aan, dus zo kun je wel zeggen. Ja. En hoe kwam het dan dat je toen ineens dacht, nu wil ik de politiek echt in? Nou, ik zag mijn hele leven al dingen waarvan ik denk, dat kan beter, dat kan eerlijker. Maar in 2015, toen dacht ik, als ik dat echt wil, als ik het echt belangrijk vind, dan moet ik me er ook echt zelf mee gaan bemoeien. Want de politiek is een ontzettend belangrijke plek waar hele belangrijke beslissingen worden genomen. En als je er zo over druk maakt, Sylvana, dan moet je ook meedoen. Op de tweede plaats van jullie lijst staat iemand die 16 jaar is. Maar zij mag eigenlijk nog de Kamer nog niet in. Maar waarom staat ze dan wel op de lijst? Dat laat denk ik ook zien hoe betrokken jongeren zijn met politiek. Ze is ontzettend enthousiast en ze steekt ontzettend veel tijd en energie in de partij. En inderdaad, deze vraag die krijgen dan veel mensen van, ze is 16 en waarom staat ze dan wel op de lijst? Dan mag dat wel. Dat is ook heel interessant om te zien hoe mensen daarnaar kijken. Want je mag vanaf je 14e mag je al op een kieslijst komen te staan, maar je mag nog niet stemmen. Dus dat is heel bijzonder. En daarom hebben we ook gesteld van, om jongeren nog meer te betrekken bij de politiek, zouden wij graag het stemmen, dat je mag stemmen, 16 jaar willen. Dus de stemgerechtigde leeftijd. Want zo kun je jongeren op jongere leeftijd, als ze nog op school zitten, in een veilige omgeving, enerzijds heel veel informatie geven over de politiek. En anderzijds ook ze iets geven van, alle informatie die je nu hebt, nu mag je ook stemmen. Wij denken dat het helpt om jongeren meer betrokken te krijgen bij het hele politieke proces, zeg maar. Maar waarom is het dan zo belangrijk dat Volt meedoet aan de verkiezingen? Nou, Volt is een nieuwe generatie in de politiek. Heel veel jonge mensen zijn erbij aangesloten uit heel Europa. En waarom? Omdat wij zijn de eerste Europese partij. Dus wij zitten in alle landen van de Europese Unie. En waarom? Omdat we geloven dat we alle grensoverschrijdende uitdagingen van vandaag, zoals klimaat, veiligheid, migratie, sociale gelijkheid, maar ook corona, die moet je gezamenlijk aanpakken. Dus die moet je ook grensoverschrijdend durven aanpakken. En Volt zit dus in al die landen om mensen met elkaar te verbinden, om te zorgen dat we die uitdagingen echt op kunnen lossen. Waarom is het eigenlijk zo belangrijk dat jullie als Bijeen eigenlijk meedoen aan de verkiezingen?
Ik denk dat wij als Bijeen een andere politieke partij zijn dan de meeste politieke partijen. We hebben in Nederland nog geen politieke partij die antiracisme als nummer 1 op de agenda heeft. Onze partij, als je onze verkiezingslijst kijkt, dan zie je eigenlijk al meteen een groot verschil met de lijsten van kandidaten van andere partijen. Want bij ons zie je dat er heel veel verschillende mensen, heel veel diversiteit op de lijst is. En niet alleen in kleur, maar ook in gender en andere dingen die belangrijk zijn in je identiteit. Dus ja, wij zijn jong, wij zijn activistisch en we hebben een heel nieuw en revolutionair idee hoe we de samenleving eerlijker kunnen maken. Dus eigenlijk zijn jullie wat dat betreft ook een beetje een soort van activistische partij? Ja, zeker. Maar is dat nou wel iets voor iemand van 19 om in die Tweede Kamer, om in die slangenkuil te gaan zitten? Ja, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat jongeren zich ook gehoord voelen. Dat is nu nog niet altijd het geval. En ik denk als je daar een jongerenpartij in de Kamerzitting laat nemen, dat je ook meer jongeren betrekt bij politiek. Dus ja, en als ik dan afspiegel op mezelf, ik denk dat het goed is dat iemand uit de doelgroep vertegenwoordigt. Dus, en het lijkt mij hartstikke leuk om te doen. En heeft u een boodschap aan alle jongeren en kinderen in Nederland? Mijn boodschap voor alle kinderen in Nederland zou veel meer gericht zijn op, ja, geniet van het leven. Geef jezelf en anderen de ruimte om je te ontwikkelen. Neem daar ook de tijd voor. Leer van elkaar. Leer van jezelf. Maak lekker veel fouten. Dat mag. En dat is ook alleen maar goed. En verdiep jezelf ook in, nou ja, wat je belangrijk vindt. Hè? Dus als je je zorgen maakt over het klimaat, kijk dan wat je kunt doen. En als je het belangrijk vindt dat iedereen met dezelfde kans kan opgroeien, maak je daar ook hard voor. En nou ja, wat misschien nog wel belangrijker is, en volgens mij zijn jullie dat ook aan het doen, zorg ervoor dat je zoveel mogelijk invloed hebt op je eigen toekomst. En daar zijn jullie nu mee bezig natuurlijk om door alle lijsttrekkers van politieke partijen te interviewen. En dat is heel erg goed, want ja, de jonge mensen hebben de toekomst, kijken op een hele frisse en creatieve manier naar de wereld. En daar kunnen wij met z'n allen heel veel van leren. Dus spreek je uit en ja, laat je stem horen. Ik vind eigenlijk nu ook al dat u hele mooie en belangrijke dingen zegt. Maar toch reageren mensen wel eens eigenlijk boos op u. En wat zegt dit nou eigenlijk? Nou, het zegt dat heel veel mensen het moeilijk vinden om een nieuw idee te omarmen. Om een nieuw geluid te horen. En helemaal als het geluid komt van iemand waarvan ze eigenlijk nooit hebben bedacht, hé, dat kan ook wel eens iemand zijn die iets zinnigs te zeggen heeft. Want meestal zijn politici wit, ze zijn man en ze zijn wat ouder. En ik ben precies het tegenovergestelde. Dus ja, misschien dat het daarom wat moeilijker is nu nog voor mensen om te accepteren dat onze stem van Bijeen er ook toe doet. Maar ook omdat we natuurlijk best pijnlijke onderwerpen aansnijden. Want racisme, ja, niemand vindt het leuk om daarover te praten. Niet als het je overkomt. En zeker niet als je denkt van, oh nee hoor, ik doe alles goed en ik ben geen racist. Dus het zijn ook wel lastige onderwerpen die daar aansnijden. En als u dan nu een voorspelling zou moeten doen, hoeveel zetels gaat Volt krijgen? 3 zetels. Mooi. Ja, zeker, daar gaan we absoluut voor. En dan zitten we in Nederland, maar dan zitten we ook in het Europees Parlement. En ook in Bulgarije en in Italië en Duitsland. En dan zie je dat we overal steeds meer in Europa Volt in de parlementen krijgen. Hey, en ga je dan ook zo'n stropdas en zo omdoen? Nou ja, dat is ook geen afspiegeling van de samenleving. Hè? De Tweede Kamer moet een afspiegeling zijn van. Ze lopen er allemaal in pak. Maar als ik om me heen kijk, dan zie ik vooral meer mensen zonder pak. Joggingbroek, dus, sweater. Ja, precies. Een joggingbroek zou ik niet zo snel aandoen. maar ik denk wel dat ik gewoon meer casual, noemen ze dat dan. Maar meer gewoon met normale kleding, of normale, wat is normaal. Meer met inderdaad gewoon een nette blouse of een net shirt. En niet per se altijd strak met stropdas. Nee. Politieke mensen, weet je, dat zijn een beetje andere mensen dan die je misschien gewoon op straat ziet lopen. Zou dat eigenlijk niet ook anders moeten zijn? Dat eigenlijk iedereen zich gewoon kan identificeren eigenlijk in de... Nou, je zegt iets heel belangrijks, want dat vind ik dus ook echt nodig. Dat iedereen zich kan identificeren. Dat als je naar de Tweede Kamer kijkt, dat je ook mensen ziet die op jou lijken. En dat je ook mensen ziet die jouw belangen behartigen. Dat is natuurlijk heel mooi. Dus dank dat ik daar ook aan mee mocht doen. En dankjewel voor de fijne vragen. Heel veel succes met alles wat je nog gaat doen. Dankjewel. Dankjewel. Super, dankjewel. Doei, doei. Doei. Mijn toeter is kapot. En doe, ja, maar we gaan... Lau, jij kan er een toetertje toetergeluid onder plakken, hè?
Nou, daar zijn we weer. Geslaagd partijtje, Lars? Ja, heel leuk. Helaas was het digitaal, maar ja, dat zijn blijkbaar alle partijtjes in coronatijd. Ja. Trouwens, ja, nog een leuk nieuwtje over een partijtje. Oh. Morgen is mijn eerste verjaardag met meer dan 1 vastgestelde coronabesmetting in Nederland. Hè? Want vorig jaar was je natuurlijk ook jarig. Ja, nee, alleen... Vorig jaar was hij niet jarig. En vorig jaar was, toen was er nog geen corona, toch? Ja, toen was er precies... De eerste besmetting was op mijn verjaardag. Oké. Okay. Dus dit wordt mijn eerste verjaardag met meer dan 1 vastgestelde besmetting. Oké. Okay. En niet veel mensen kunnen dat zeggen in Nederland, hoor. Precies, precies. Oké, okay. Hey, maar dit geslaagd partijtje, Iman? Ja, zeker. Ik vind het ook heel erg leuk steeds om al die partijen, zeg maar, dankzij de kinderstem, dus bedankt kinderstem, leer je ook gewoon, zeg maar, alle partijen wat meer kennen. En dan denk ik ook van, oh, nou, dat wist ik helemaal niet. Bijvoorbeeld dat de jongste lid van de partij Jong is 16 jaar. Nou, wat? Weer wat geleerd. Yes. Hey, en nou hebben we het met stemmen natuurlijk ook een beetje. Er zijn ook allemaal stemwijzers. De kinderkieswijzer en Young Voice is er. En gewoon de grote mensenstemwijzer. De kieswijzer. Nou komen daar, als je die invult, komen er partijen uit. Ja. Maar nou verschilt dat ook nog wel eens. Ja, dat vind ik wel een beetje apart. Ik heb er denk ik nu een stuk of 4 gedaan. En heel veel verschillende partijen kwamen bij mij naar boven. GroenLinks kwam volgens mij 1 keer. De Partij van de Dieren 1 keer. D66 1 keer. En de Partij van de Arbeid 1 keer. Dus ja, misschien, dat vind ik wel bijzonder. Misschien kun je wel kijken naar wat misschien een tip is. Van stel je voor 12 van de 20 stellingen was je bijvoorbeeld, weet ik wel, Partij van de Dieren. Maar bij een andere stemwijzer was je 10 van de 20. Mag ik even wat zeggen? Jullie zeggen Partij van de Dieren. Oh, Partij voor de Dieren. Wacht even. Oké, nou, stel je voor, je hebt 12 van de 20 stellen van de Partij voor de Dieren. En 10 van de 20 bij een andere, bij weet ik veel, D66. Dan sta je dus eigenlijk meer bij Partij voor de Dieren. Hey, maar laten jullie het daar dan ook nog, hè? Want ik hoorde van de week ook een beetje de grap van, joh, ik vul die kieswijzers net zo lang in, totdat ik uitkom bij een partij waar ik op wil stemmen. Dat kan je lang doorvullen. Gaan jullie je daar... trekken jullie je er iets van aan? Is het een beetje een advies, zeg maar? Of kan je ook nog tactisch stemmen, zeg maar? Dat je zegt van, ja, ik ga niet juist op zo'n kleine... Het is het kleine partijenpartijtje vandaag. Is het handig? Oh, en nou, dat is eigenlijk mijn vraag. Is het handig om op zo'n kleine partij te stemmen? Of kan je een beetje van wel partij stemmen? Ik denk dat het wel goed is, want stel je voor, zo'n partij is gewoon precies waar jij voor staat. En als je daar dan op stemt, dan wordt die partij groter. En dan komt die uiteindelijk misschien wel in de Kamer. Dus eigenlijk gewoon stemmen op wat je wilt. Maar stel dat je op een partij stemt, een kleine partij, die helaas niet in de Kamer komt. Dan kan het zijn dat jouw stem volgens bij de rest stemmen komt. En dan krijg je bijvoorbeeld een partij waar je heel ver vanaf staat, komt dan de Kamer in. Dus eigenlijk wil je dan op Jong stemmen, maar jouw stem gaat dan toch naar Forum voor Democratie. Ja, toch denk ik dat het goed is om gewoon eigenlijk te stemmen op waar jij voor staat. Omdat het jouw mening is, het is jouw stem. En helaas mag je maar 1 keer stemmen. En denk ik van, ja, doe gewoon lekker wat je wil. Oké, okay. En nog een dingetje. Jullie mogen natuurlijk niet stemmen. Maar zouden kinderen dan wel, zouden grote mensen stemadvies moeten vragen aan kinderen? Ja, weet ik veel. Kijk even bij bijvoorbeeld de kinderstemwijzer, zeg maar, of de kieswijzer. Ja. Zeg maar, daar, dat wordt ook nog bekendgemaakt voor de verkiezingen. Dus mij lijkt het eigenlijk gewoon heel goed als daar uitkomt dat kinderen heel veel op die partij uitkwamen. Dat ook gewoon eigenlijk misschien nog een link krijgt naar de grote mensenverkiezingen. Ja, onze school doet bijvoorbeeld mee met de scholierenverkiezingen. Dus de momenten die we op school mogen komen, kunnen we gaan stemmen. En daar komt ook een uitslag uit. Maar ik zou zeker ook even naar deze podcast luisteren, want hier haal je genoeg stemadvies uit. Om te beslissen, wat gaan we stemmen? Maar zouden bijvoorbeeld, Lars, bij jou, vader, moeder, zou dan 1 van de 2 aan jullie, want je hebt ook nog broers en zusjes, toch? Ja, ik heb 1 grote zus. Zou dan niet 1 van jouw ouders de eigen stem en dan de andere stem, wat de kinderen willen? Ja, het is een idee.
Ik vind het niet een heel slecht idee, eigenlijk. Niet een heel slecht idee, oké. Okay. Maar ja, ik vind het een heel goed idee. Er is een beter idee en dat is namelijk gewoon stemrecht verlagen naar 14 jaar. Oké. Okay. Dat zeggen jullie. Daar zijn heel veel partijen het niet mee eens. Ik denk 16. Twee partijen die vinden dat het stemrecht verlaagd moet worden. Ik vind namelijk 16 ben ik het ook niet mee eens. Ik vind namelijk dat je zou... Want ik ken namelijk kinderen van 16, jongeren van 16 die geen idee hebben. Ja, dan moet je voorlichting geven. Die helemaal niet interessant vinden. En ik ken jongeren van 21 die het helemaal niet interessant vinden. Nou, uitpraten. Eigenlijk zouden kinderen moeten kunnen stemmen als ze willen stemmen. Ja. Maar dat is bij volwassenen toch ook? Ik ken genoeg mensen van 18 die ook helemaal niet geïnteresseerd zijn in de politiek. Dus die stemmen niet. Maar als je stemrecht verlaagt naar 14, dan zijn er genoeg kinderen die gaan niet stemmen. Nou, bij volwassenen ook. Ja, maar ik zou dus omdraaien dat jullie zeg maar een stembiljet kunnen aanvragen. Dat je zegt, nou, ik wil stemmen, ik wil ook mijn stem uitbrengen. Maar vanaf welke leeftijd is dat dan? Want je gaat geen alle leeftijden. Ja, maar baby van 2, ga je toch niet zeggen? Nou, ik wil ook stemmen. Maar baby van 2 gaat dat nooit zelf zeggen. Ik wil nee, maar, gaat het, maar kan het niet zijn dat een ouder dat dan voor dat kind zegt van ja, nee, extra stembiljet, helemaal mooi. En dan stemmen die ouders gewoon nog wat ze willen. Nee, ik ben het eigenlijk wel eens met Paco. Ik vind het een mooi idee. Maar dat heb je vaker. Dat is wel iets van een nadeel als je kinderen stemrecht geeft. Dat ouders dat behoorlijk gaan beïnvloeden. Ja, maar dat kunnen... Gaat jouw moeder dat, denk je, beïnvloeden of jouw vader? Nee, mijn ouders niet, maar ja... Ja, precies. Nee, mijn maar ouders niet, wel, maar anderen wel. Maar dat wel. Is toch hetzelfde met een opa en oma. Die kunnen toch ook beïnvloed worden... iedereen wordt toch beïnvloed wat ze stemmen. Zeker. Ja, precies. Nou, dus sorry hoor. Lekker fel vandaag. Maar is een mooi gesprek, toch? Is een mooi gesprek. Hey, zullen we nog heel even boekennieuws doen? Ja, we hebben boekennieuws. Lars, welk boek heb jij? Ik heb Mama is minister-president. Hè? Van Odie Nijsing en Marieke Visser. Oké, okay, Mama is minister-president. Laten we eens zien van binnen. Laten we even een klein beetje bladeren. Dan kunnen we hem even zien. Nou, laten we bijvoorbeeld naar de allereerste pagina gaan. Zie je allemaal verkiezingsposters? Ja. Zo zie je hier aan de... Hier zo bij mijn vinger zie je... Alles blijft hetzelfde. Ja. Hierboven de Partij voor de Planten. Oké. Okay. Hele leuke illustraties ook. Oké. Okay. Hier. Ja, wat is het voor... Je hebt hem gelezen? Ja. Is het een boek voor jou of... Nou, het is niet echt een boek voor mijn leeftijd. Maar wel... Het is wel heel leuk voor... vrouwen in de politiek. Komt er heel erg in voor. Zo zie je bijvoorbeeld mevrouw Bidet. Wat dan natuurlijk duidt op meneer Baudet. Ook zijn er al andere leuke naamsveranderingen aangemaakt. Zo heb je minister Flappermuis van Justitie en Veiligheid. Of minister Quibus van Economische Zaken en Klimaat. Die was de sleutels vergeten. Een boek met grapjes? Zeker, het is niet echt een boek voor mijn leeftijd, want het is wel echt een kinderboek. Ja. Maar ik vond hem wel leuk om te lezen. Zeker omdat het dus gaat over vrouwen in de politiek. Het gaat over de politiek. En er zit eigenlijk ook nog wel een leuk verhaal in. Dus ik zou zeggen kinderen 7 tot en met 10, superboek. 7 tot en met 10, superboek. Hoe heet die nog een keer? Mama is minister-president van Odie Nijsing en Marieke Visser. Staat genoteerd. Iman, welk boek heb jij? Ik hoop dat jullie het kunnen lezen, maar anders moet ik hem even spiegelen. Maar er staat Piraten, Dieren, Bejaarden, Wat stem jij? Van Sharon Gesthuizen. Oké, okay, wat is dat voor boek? Het is een boek waarin eigenlijk een beetje wordt uitgelegd hoe de politiek nou werkt en wat is nou eigenlijk een democratie. En dan voor kinderen. Oké, okay, boek voor jou? Ja, ik vind het heel erg goed. Voor mijn leeftijd sowieso, ik denk ongeveer 10+ en ouder. Omdat er gewoon goed wordt uitgelegd hoe eigenlijk nou alles in elkaar zit. Maar dat is ook niet leuk. Laat hem ook even aan de binnenkant zien. Ja, ik zal eventjes kijken. En we hebben Sharon Gesthuis namelijk ook gesproken. En we hebben het ook over dit boek gehad. Okay. Dat was erg leuk. Oké. Okay. Nou, bijvoorbeeld als ik hier kijk. Nou, dit is dan een tussenkopje. Wie is er de baas? Ja, laat hem even aan de binnenkant zien. Even kijken hoe het er een beetje uitziet. Ja, oké. Okay. Daar. Even een illustratie te vinden. Oh ja. Okay. Dus tekst met illustraties. Tekeningen en uitlegblokjes. Ja. Informatiedingen. Kijk, hier zo hebben ze bijvoorbeeld alle posters nagemaakt. Oh ja. Hier zit Oh, dat lijkt dat wel. Dat is gewoon Sigrid Kaag. Ja,
Sigrid Kaag wordt trouwens ook geïnterviewd in het boek. Net zoals Fred Teven. Ja, oké. Okay. Ahmed Abu Talib ook. Sigrid Kaas. Ik heb echt veel reacties gekregen van mensen die zeiden, je hebt een spelfoutje. Ja, nee, ik wilde het ook nog zeggen. Ik zag hem online en ik zei Sigrid Kaas. Ik dacht, nee Taco, wat doe je nou? Sigrid Kaas, nou ja, de vraag was natuurlijk of dat ze wel Sigrid Kaas wordt genoemd. En dat antwoord zie je dus hoor je dus in de vorige podcast. Ja, en zeker even luisteren. Is als ik nou Sigrid Kaag invul, heb ik soms mijn autocorrectie die er kaas van maakt. Heel goed. Nou, dat is lekker. Sigrid Kaasblokje. Hey, wat gaan we volgende week doen, Lars? Nou, wij gaan komende week onze eigen minister-president interviewen. En die kunnen jullie volgende week vrijdag rond 2 uur op Spotify verwachten en op YouTube. Maar doen we onze minister-president of de lijsttrekker van de VVD? Allebei. Weet je wat, we doen ze gewoon allebei. Zit daar een verschil in? We maken een dubbel interview van. Ik denk dat de minister-president is meer meneer Rutte die de beslissing maakt. Maar de lijsttrekker van de VVD gaat meer over de VVD. Een beetje twee hoedjes, zeg maar. Een hoedje minister-president en een hoedje lijsttrekker. Hij heeft gewoon 2 maskers. Twee maskers, zo kunnen we het ook zeggen, ja. Je zegt ook, de minister-president staat eigenlijk een beetje boven de Kamer, boven iedereen. Ja. Heeft eigenlijk heel erg veel macht. Maar ja, als lijsttrekker van de VVD heb je gewoon evenveel macht als Esther Ouwehand. Eigenlijk wel. Dus zullen we hem daar ook even naar vragen volgende week? Yes. Gaan we zeker doen. Gaan we doen, oké. Okay, heel erg bedankt voor het luisteren naar dit kleine partijtje. Vond je het nou leuk? Laat even weten. Stuur afgelopen podcast door over het CDA, GroenLinks, D66. En wil je nou wat weten over de VVD? Luister volgende week gewoon weer.